Panelen is de voorbije jaren sterk gedaald. Bijna een jaar na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek is nog maar 1 op de 6 slachtoffers uitbetaald door zijn verzekering. Minister van Volksgezondheid De Blok vindt dat dat de schuld is van de verzekeraars. Zij nemen hun verantwoordelijkheid niet. Ja, dat is ontolereerbaar omdat dat toch wel een ernstige impact heeft op die mensen die toch eigenlijk moeten voor hun terugbetaling van medische kosten, prothesen enzovoort, dat die schade moet vastgesteld worden en dat zij zo dreigen voor een tweede keer het slachtoffer te worden. Maar Assuralia, de beroepsorganisatie van de verzekeraars, is het niet eens met de kritiek van minister De Blok. Bij overlijdens is wel snel terugbetaald, maar bij de andere slachtoffers is het soms wachten tot de gevolgen helemaal duidelijk zijn. Ik geloof dat de verzekeraars hun taak op zich hebben genomen. Wij hebben geprobeerd om van het begin af aan te laten weten welke de verzekeringen waren, waar de terreurverzekering verplicht in is opgenomen, waar de mensen dus op kunnen rekenen. De meeste slachtoffers hebben ook toegang tot een rechtsbijstandsverzekering die aan hun zijde staat in al hun demarches ten aanzien van andere partijen, dus ook van andere verzekeraars. Bij de aanslagen vielen 32 doden en ruim 300 gewonden. Pas vorige maand is het laatste slachtoffer uit het ziekenhuis gekomen. Er verblijven nu nog mensen in een revalidatiecentrum. De Amerikaanse